Bingo Town! Zeg het maar. Wat moet ik zeggen? De intro, Dennis. Oh, intro. Wauw. Vind je het trouwens erg als ik sluikreclame maak? Of? Nee, doe je ding. Banjo Movies, beter dan Banjo Town. Fuck jou, Dennis! Ja, het spijt me. Maar goed, je hebt wel gelijk. Waar wil je het over hebben, Rick? Ging je de intro doen? Ik ging de intro doen. Ja. Ja, maar ik zit niet bij Banjo Town. Nou, welkom lieve kijkers bij Banjo Town. Rick gaat jullie nu iets vertellen. Wat ga je eigenlijk doen? Nieuwe Rick's avonturen. Oh, nieuwe Rick's avonturen, dames en heren. Kijk die shit. Rick's avonturen! Wow, het zit eronder. Ja, dat is mijn gezicht. Ik probeer het meestal te verbergen door een zonnebril. Hey, dat was goed gelukt. Tot net. Hey, daarom. Hey, ik ben Dennis. Rick. Hey, was goed? Nee. Ik ben aan het filmen, echt zo kut. Ik vind het wel echt een diepte interview, moet ik zeggen. Zeer diep. Mooie sticker? Mooie sticker, man. Ja, mooi, hè? Je hebt ervoor betaald voor het sticker? Volgende vraag. Dit is Chris. Hoi. Ik mag geen interviews doen zonder per. Oh. Nou, dit was Chris. Doei. Ik zeg het even dan. Ik ben onbekend. Oké. Ja. Wij zijn onherkenbaar. Oké, onherkenbaar. Ik sta hier naast twee mannen die graag onherkenbaar willen zijn. Waarom? Wat? Oké, hoe komen jullie eigenlijk hierachter bij het VIP gedeelte? Wat? Duidelijk. Ja, super bedankt. Verder een fijne dag ook en zo dan. Wat? Fuck jullie. Reporting live vanaf Vera's schoot. Feed, 2015. Ja. Hey, ik zit hier met Rick en Rick voelt iets prikken waarschijnlijk nu. Het is mijn mobiel. Hey, maar hoe gaat het met jou, Rick? Vind je het een beetje leuk vandaag? Ik dacht dat ik ging interviewen. Ja, maakt niet uit. Ik neem het gewoon even over hier. Nee, maar gaat alles goed hoor. Met jou ook? Ja, goed. Waar kom je ook weer vandaan? Waar kom ik vandaan? Uit het noorden, of niet, Damiokie? Uit Noorden! Godverdomme, wil je een plak zoeden? Ja. Ja. Ik weet niet wat je zegt, maar het zal wel. Plakbrood. Nee, wat veel mensen niet weten is, Rick zijn roots liggen in de boerderij. Terwijl ik hier half aangekeken word door een soort van weird ass dude. En ik waardeer dat, weet je. Ik hou van het noorden, ik hou van de boerderij dingen. Ik hou wat minder van dit soort rapist guys. Ja, man. Identiteit is onthuld. Is dat Mark? Nee, dat is niet Mark van Smoor. Dude, sorry dat ik niet op je feestje was, man. Ik had willen komen. Excuses worden aangeboden. Nee, niet meer. Hallo. Hey. Ik word altijd een beetje nerveus met de microfoon. Wil je nog wat zeggen tegen de lieve kijkers van Banjo Town? Je had natuurlijk al zo'n debuut tijdens de wc's bij... Fuck a ride in the pussy. Thanks, man. Dit hadden we echt even nodig. En de toiletten hier... mag de microfoon gaan pakken? Ja. De toiletten hier zijn erg goed. Net bij de backstage, daar ben ik naar het toilet gegaan. Daar mag ik niet heen. Daar heb je zelfs een bad in het toilethokje. We kunnen ook even de dus net toen ik gedoucht had, ben ik lekker nog in bad gegaan en het was zeer... Nou, we kunnen even het was goed hoor. Zullen we even naar het toilet gaan? Ja hoor, laten we even naar het toilet gaan. Kijk dan de microfoon terug? Nee. Oké, jij neemt de leiding. Wij gaan naar het toilet. Welkom bij Toilet Interviews 101. Vandaag hier bij Viet gaan wij het toilet bekijken. Ik heb zojuist deze show gehijacked, maar hier op het prachtige toilet voel je een zeer tropische sfeer. En als ik dan het toilet even mag bekijken, dan zie je hier mooi een handdoekje. Oh, dit is niet het toilet. Het toilet hier? Oh, sorry. Nee, er zit niemand op. Nou, zoals je hier kan zien, liggen er nog wat condooms op de grond. En een mooi toiletborsteltje met dingetjes. En ik geef deze toch wel een lager cijfer dan bij Epicom. Ik vind dat dit misschien zelfs een 3 moet zijn. Van de 10. Was dat klaar? Goed. Want natuurlijk ook een heel belangrijk minpunt is hier. Je kan niet eens roken op het toilet. Dat vind ik belachelijk. Want soms wil ik gewoon mijn joint opsteken. Shit. Ja, jongens. Cut. Hey. Dag. Hallo. Alles lekker? Ja, maar mij gaat altijd alles lekker. Altijd. Zeker nu ik een broodje in mijn hand heb. 2 broodjes. 2. Zelf gesmeerd? Ja, hier in de stiekem geloof ik. Ik hoor ineens dat we hier niet mogen vreten. Nou, Sterke, zelfstandige man die niemand nodig heeft voor zijn broodjes. Kijk, en ik vraag het niet eens. Ik jat het gewoon mee. Dames en heren, momenteel is Dylan hier een tosti aan het maken. En er ontstaat een soort drukke menigte. Dit is Jelle. What up? Hi. What up? Ja, het is wel gezellig hier. Ja, toch? Soms? Nou ja, ik ben hier net pas, dus ik weet het ook eigenlijk niet. Ik had alleen een energy drankje nodig. Fuck around the pussy! No! Nee! Niet doen! We don't do that! Ja, nee. Ik wil wel een tosti. Regel tosti. Tosti. Fix tosti. De lekkerste tosti van Nederland. Ik fix voor me. Subscribe, abonneer op mijn kanaal. Hey. Hoi. Jij bent toch Joy? Ja, dat ben ik. Het is werelds jongste mini-YouTuber. Je bent zo klein. Nou, ja, dat hoor ik vaak. Hoe voel je dat? Je hebt gewoon meer abonnees dan ik. En je bent 12. Ik voel me echt verslagen. Ik weet het eigenlijk ook niet, maar... Waar geef je al je YouTube geld aan uit? Oh, eigenlijk nergens aan. Geen vliegtuigje? Nee, zoveel heb ik niet hoor. Wel toch? Gewoon liegen hoor, dat doe ik ook altijd. Ja. Ik verdien helemaal niks. Nee. Ja. Verder nog wat kwijt?
Nee, eigenlijk niet. Maar is het op YouTube? Of? Dit is wel voor YouTube, ja, denk ik. Doe dan een duimpje omhoog. Oh! Bedankt voor het kijken van deze aflevering van Rick's Avonturen. Geef de video eventjes een duimpje omhoog. Die zit hier. En je kan ook reacties achterlaten. Die zitten ook ergens. Abonneer! Tot de volgende aflevering van Rick's Avonturen. Doei!